Gio? Ja? Sinds wanneer laten wij kuikens toe in de server? Dat deden we toen niet. Hij gaat al weg. Mooi. Ga maar lekker in het gras, jij. Hij is binnen geglipt, denk ik. Echt? En nu? Nou, ik denk dat hij vanzelf al weg gaat. Hup, lopen! Lauf een bitte zin! Nee! Niet achterom kijken, gewoon doorlopen. Welkom bij Disneycraft, aflevering 75. En na het intro gaan we lekker verder. Oké, people, let's go to work. Ja. Gio. Hoi. Ik ben nog buiten gesloten, jij. Sorry. Ik kom naar binnen, Oké. Dit is de nieuwste attractie. Hoe vind je hem? Prachtig. Ja, echt, hè? Dit goed is ingericht. Niks meer aan doen. Een van de mooiste attracties ooit die we gemaakt hebben hier. En ja, dit heet attractie The Empty Hall. The Empty Hall of Emptiness. Naughtiness. Naughtiness. En ik heb af en toe een paar commentaartjes gekregen van Vincent. Je afleveringen zijn te oud. Dat klopt. Die hadden we wat later opgenomen. En aangezien we ontzettend hard hebben lopen bouwen, is het dus het geval geweest dat het inderdaad de oude afleveringen worden automatisch. Dus ik dacht, ik begin gewoon even helemaal opnieuw weer met opnames. Aflevering 75, gewoon weer even een frisse update. En laat ik jullie gelijk zien wat er allemaal aangepast is. Gio. Ja. Hallo. En we gaan kijken wat... Wat hebben we allemaal aangepast? Nou, dit is het Arabische gedeelte. Die hekjes hebben allemaal aangepast die jullie hier zien. Dus dat zijn de Indiana Jones achtbaan. En dan het Arabische gebied zijn we nog volop mee bezig. Dus dat wordt ook ontzettend gaaf en vet. En dit wordt een nieuw themagebied. Zoals je ziet staat er een ontzettend gaaf attractie. En bouwen we een Pirates attractie. Dus je kan het wel een beetje vergelijken met de ondergang. Alleen dan nog eigenlijk een tintje vetter. Een tikkie. Een tikkie. En even kijken hoor. En dat sluit aan bij de It's a Small World. Nou, zoals je ziet hebben we al best wel een aardig themagebied nu neergezet. Ik was bezig met de grond. En ja, dit kost gewoon tijd. Maar dat weten jullie inmiddels wel. Even kijken. Dan doen we hier set cobblestone. Niet 1, 2, 3 gebeurt natuurlijk. Nee, sowieso niet. En Gio, als jij nou eens dit gebouwtje gaat inrichten. Ga ik dat eens even doen. Dan gaan we eens kijken hoe we dit... Zullen we dat samen doen? Lijkt je dat leuker? Oh, dat kan ook. Ja. Zo. Kijk, ze staan. Echt, hè? Geen oude opa's en geen kuikens. Nee, terug. Ai. Terug. Geen kuikens hier. Geen kuikens. Kom. Och. Nou, opa, kom maar naar binnen. Loer je. Kom maar, opa. Kom maar. Kom. Zo, huppakee. We loeren je. Loeren jullie. Nou, dit is een beetje een piratensetting. Dus misschien kunnen we een leuke bovenverdieping maken. Dus als we nou met slaps alvast een bovenverdiepingje maken van... misschien wat donker hout. Dan zou ik dat misschien wel hier doen. Ik weet niet of dat zo slim is. Ja, zou je dat van netherbricks doen? Ja. Want je hebt natuurlijk ook nog deze. Oh, kut. Nee, die mag jij niet. Van mij. Je hebt natuurlijk ook nog deze. Dat is dat normale hout. Oh ja, die is goed. Ja. Kijk, dan maken we misschien een trappetje. Gewoon een spiraal doen. Of gewoon een trap omhoog. Makkelijk. Je kan ook gewoon... Zo'n simpele rechte, dan weet je wel. Ja, vanaf deze zijkant, vanaf de... Ja, dat is wel grappig. En stairs van... ook weer gewoon dark oakwood, of? Ja, misschien... maar deze? Ook, ja, moet een andere kleur. Kan niet die muur. Ja, die is wel goed. Ja? Ja. Kijk, zal ik hem ietsje hier doen dan, denk ik? Of, nee, hier. Dit is nog beter, deze. Zoiets, ja. Zo. En dan een één persoon, of een één, zo. Maken we dit dicht. Lalalalala. En dit is een soort van, ja, ik wil het dan niet echt een haven noemen, maar wel een beetje een piratenhaven. Dus we gaan kijken hoe we piratengebouwtjes kunnen maken. Die is wel schön. Kijken. Hier wat mij kan, van die furnaces en zo. Een beetje met crafting tables. Oh ja, dat is wel leuk. Een beetje een opslagruimte. Ja, dat zou ik dan op zolder, of op de bovenverdieping zou ik dat dan doen. Heel veel met van die doosjes. Nee, heeft ook ja-syndroom achter je. Kijk, en dan hier een paar van die... Oh, we hebben natuurlijk hier moeten we de vloerbedekking, of we moeten de vloer 1 hoger maken. Natuurlijk, want anders kan het niet erop staan. Of we kunnen hier... Nee, we kunnen hier een ding maken natuurlijk zo. Oh ja. Oké. En dan moeten we hier wel een vensters neerzetten. Dat mensen niet uitglijden van... Oh, Of iron, er kan ook nog iron bars op zich. Fences neemt nog beter, denk ik. Donkere fences. Ik denk het wel, ja. Oh ja. Dat is misschien wel leuk. Dat kan wel. Beneden kijken. Zo. Sluiten we dit door zo. Gaat het helemaal door naar achter. Je zou ook nog dit kunnen doen. Maar dan is die opening een beetje smal. Zo. Zo kan het hier een beetje. Misschien wel boekenkasten ernaast. Zo. Het ziet er al aardig uit. Dan ga ik even nog buiten kijken, Gio. Is dat goed? Ja. Zo. Ga jij maar even buiten kijken. Nee, anders ga ik gewoon even buiten kijken. Ja, maar weet je... Misschien dat je gewoon even buiten moet gaan kijken. Oh, dat is ook een goed idee. En het is leuk, lijkt me leuk, want hier wou ik de uitgang doen van een attractie, waar we net uitkwamen, zeg maar. Dat moet de uitgang worden van die grote dark ride. Dit wordt natuurlijk niet, dit wordt nog allemaal gethematiseerd, maar ik heb even een flauwe grote muur eromheen gezet. Zodat je ziet van hoe en wat. Hoe en wat. Hoe. Dat is fijn, als je met de boommielwerk kan je nu heel makkelijk het hoge gras aanpassen. Door gewoon je muis wat langer erop te houden. Dan wordt het hoge gras. Dat is geniaal bedacht. Dankjewel, Minecraft. Heel veel water, ladies. Een paar vernietigen. Too much! Het wordt natuurlijk een grote rivier, dus ik ga even wat van die dingen weghalen. Zo. Wil je eruit? Eentje. Nee, niet. Oh, hij gaat naar boven toe. Ik word gestalkt nog steeds hier. Oh, en blauw biljet is er ook in de server. Zie ik. Gaan we nog even een tutorial lesje kopiëren doen? Ik vind het goed. Hoppakee. Even snel een tutorial lesje, gewoon tussendoor. Even kijken, we zien bijvoorbeeld deze. Het is gewoon een wild edit, standaard dingetjes. Maar toch worden nog elke keer wel vragen zo gesteld. Donaldbaan is nog steeds kapot. Nou, daar gaan we zo even naar kijken. De ene keer select de andere kant met linkermuisknop en met de rechtermuisknop selecteer je een ander gebied. Dan doe je / copy en dan ga je voor het gebied staan. En dan moet je ongeveer hier gaan staan. Wacht even hoor. Ik heb het verkeerd gedaan. Klik. Wacht even. Klik. En rechtsklik. Copy. En dan ga je ervoor staan voor het gebied wat je wil maken. En dan zeg je / paste. En dan krijg je een muurtje. Hoppakee. Een muur. Hoppakee, jongen. Doen we hier ook. Paste. Potjong. En dan sloop je gewoon de overige dingetjes zo. Nou, dan weet je dat daar moet zo'n hoekje komen en daar ook. Nu gaan we hem, even kijken hoor, even rotaten. Hij stond zo. Dus als je hem één keer rotate, 90 graden, draait hij zo een keer om. Dus dan kan je nu weer paste doen. Je ziet dat hij al heel ver bovenuit gaat. Dat is niet de bedoeling. Maar we zijn lui hè jongens. En dan doen we dat hier weer. Zo. En dan slopen we de rest van de... Nou, nu gaan we weer rotaten. Dan ga ik hiervoor staan. Zo. En dan zeggen we rotate 3 keer. En dan zeggen we paste. En dan plakt hij hem weer. Ah, het is zo simpel, jongens. Het is niet zo moeilijk. Het is niet moeilijk. Nee, het is niet moeilijk. Nou, en dan kan je dat hier weer doen. Zo. En dan zeggen we plaks. En zo ga je door tot je de hele muur hebt. Het is een andere muur dan normaal. Maar er is meegestemd dat het mooi eruit ziet dan normaal. En nu heb ik wat gesloopt. No worry. Hoe krijg je dat blok? Dat is heel makkelijk. Je geeft gif en dan zeg je je eigen MC naam. En dan zeg je de bloknummer, dat is 9. Dat is 43.9. Nou, dan klik je dat. En dan heb je een muurtje. Ja, Florian? Oude opa? Ja, ik weet dat ik het daar nog een paar keer moet uitleggen. Nee. Die hou ik wel, die kleur. Dat vind ik wel mooi. En misschien dat ik dit wel zo die kleur laat. Want dat hoort weer bij het kasteel. Dat is zeker een optie. Dat laat ik zo. Dus dan hebben we dit gewoon dat. Dat vind ik wel mooier. Ik vind het zo leuk dit. Dat je hier kan... Hier wil ik ook een cauldron neerzetten. Gewoon YOLO en wat bankjes. Dat is wel echt schattig. We moeten eigenlijk van die mooie dingen zoeken. Van die mooie Fata Morgana lampjes. Ik ga eens wat proberen, hè? Wat ontwerpen. Ja, jij zou even wat ontwerpen proberen anders. Ja, is goed. Ik denk iets met wat zullen we dat maken? Een beetje Fata Morgana stijl. Waarom zeg ik ook Fata Morgana? Ja, ik weet het. Licht! Enchanting table moeten we sowieso ook gebruiken. Ik denk sowieso de netherbrick fences vind ik wel heel netjes voor zo'n item. Misschien de beacons, maar dat is niet zeker. Misschien kunnen we wat maken van gekleurd glas. Dat is lastig. Misschien wat dik glas. Misschien, wat zijn Arabische kleuren? Is dat een beetje geel? Of weer een beetje paars? Wat denk jij? Ik zou een beetje gaan van dat paars. Ja? Beetje ja. Lichtpaars, donkerpaars? Niet zo donker, denk ik. Ik denk die magenta dat dat goed, dat ja, wel dat ongeveer aardig, goed is. Ga ik gewoon proberen, jongens. Niet dat je denkt van... Nee. Maar dit is ook zo weinig. We zouden wat op moeten doen. Je zou ook... Ja, je moet... Het vetste is als je er wat omheen doet. Of je doet glas. We hebben natuurlijk ook de andere soort glas. Dan kan je er iets omheen maken. Even kijken hoe dat eruit ziet. Ik weet het niet. Nee? Nou, denk het niet, nee. Even kijken hoor. Maar wat zou je daar anders bij kunnen doen, joh? Ik vind die beacon wel leuk zo. Ik vind dit dat al... Dat zeker, ja. Zich al, dat staat wel. Ja, dat kan je wel als... nee. Nou, wacht eens. Daar heb je toch die andere blokken voor? Hoe heten ze? Oh, die ender... die ook voor de andere kant hebben gebruikt. Of niet? Ja, die bedoel ik. Maar die hebben we natuurlijk al voor de andere kant. Die endportals inderdaad. Die endportals en dan zo'n ei erin. Misschien? Ja, ik weet niet, maar dan krijg je wel hetzelfde een beetje als eerst. Dat is wel een beetje jammer. Wat we natuurlijk als die muur gebruikt hebben. Maar ja. Dit zo... Ja, dan heb je echt... even kijken, dan heb je echt alleen maar dit gebied hier. Ja, dan heb je wel weer hetzelfde als die... Ja, daarom wou ik dat niet gebruiken. Ja. Kijk, ik vind dit wel aardig hoor. Die, ja, je zou het ook zo kunnen laten hangen, zeg maar. Dit is ook gaaf. Dit. Dat is wel een goed idee, ja. En dan eentje hoger of niet? Nog? Ik zou eentje lager doen, ja. Eentje lager, dat ziet er wel mooier uit. Zo, zonlicht jongens. Here comes the sun. Here comes the sun. 1, 2. Doen we er 1, 2, 3 hokjes naast. 1, 2, 3. Dus dan krijg je... Oh shit, ik sloop de boel. Krijgen we dat command weer van die comment. Zo, dan heb je een blokje. 3 rijen ertussen. Dus 1, 2, 3. Dan 1, 2, 3. En dan krijgen we hier weer eentje. Zo. Oh, ik sloop weer. Plop. Plopper de plop. Plopper de plop. Juist. En we zouden op dit ziet wel... Ja, dit is wel leuker, hè? Ja. Ziet er wel leuk uit. Maar ja, ik kan het zeggen. Komt hij weer daar? Zo, een beetje YOLO. Ja, die doet dan. Dan kom ik achter je aan met die beacons. Oh. Ai. Ik denk ik vlieg even voor je. Zo. Nee, dat is wel netjes toch? Oh, ja, ik doe maar wat YOLO. Nou, dat is prima toch? Ja toch? Ja, dat is wel netjes. Ja. Misschien kunnen jullie ook die dingetjes op doen? Dat is ook wel shit. Op die palen hier, ja. Zo. Nou, dat ziet er allemaal een stuk leuker uit toch? Zeker, ja. Moet de attractie weer wat mooier met kleuren... Misschien aan de buitenkant kunnen we ook nog wat beacons doen. Heb ik het zo goed verdeeld? Ja, zat wel. Ik denk het wel, ja. Zo netjes. Hier zitten er hier tussen. Nou, er zitten er hier ook 4 tussen. Ja, toch. Kijk, ik zal even een muziekje aanzetten. Een beetje Minecraft muziekje. Zo. Hè? Jongens, jullie zijn er wel lekker bij, Stef, mijn en Florian. Het is rustig op de server. Gisteren met de livestream hadden we echt extreem veel mensen. Oh, zeker. Dat was lekker druk. Dat was ging aardig goed, joh. Heel veel enthousiaste mensen ook. Enthousiast. Enthousiast. En ik ga nog even verder dan stiekem aan de layout van de nieuwe attractie. Ik heb ook een mapkaart van de originele Fata Morgana map. Ik weet niet of ik hem kan laten zien. Ik denk het niet. Maar ik ga hem even opzoeken snel. Die staat namelijk hier bij mijn foto's. Dan kunnen jullie wel even kijken hoor. Ik ga proberen om te laten zien. Moment, super. Een moment, por favor. Kijk, als je hier kijkt, als ik Minecraft weghaal, dus dan moet ik even Minecraft zoeken, blab. Kijk, dan zie je een foto. En dan zie je dus de hele ruimte van de Fata Morgana. En dan zie je hier de draaischijf. Nou, en hier gaat natuurlijk een bocht om. Dan gaat hij door de jungle. Dan kom je bij het soort van ruimtes met de stad. Dan ga je natuurlijk door die soort donkere gang. Dan kom je in een nieuw stuk gebied. Dan heb je volgens mij hier die boot die daar ligt uit mijn hoofd. Section 10 is die hele grote, met die grote ruimte met al die poppen. Dan ga je onder die man door. Dan kom je natuurlijk bij die, geloof ik, krokodillen. Of dat was ergens hier al. Dan ga je natuurlijk in de laatste. En dan kom je weer in een jungle. Zijn er 14 zelfs. En dan kom je weer op het hele grote... hier gaan natuurlijk met die trap omhoog. En wij hebben natuurlijk iets heel anders weer gedaan. En dan haal ik weer Minecraft erbij. Plop. Hoppakee. Wij hebben namelijk... ook die draaischijf, maar we hebben wel een hele andere instelling. Dus we gaan gewoon eigen wraak van Jafar maken. Dus zoals je ziet is het daar inderdaad gewoon heel anders. Je gaat hier met een trap gelijk naar beneden en dan kom je midden van het park. Die grote trap, ja. Ja, en dan stap je eigenlijk hierop. Dit is de ingangsstaps. Dus ik zal hier even een drietje maken zo. Dus dan weet je dat je daar moet instappen hier. Kan ik dit ook een beetje afzetten zo? Ja, we moeten dat nog met hekjes inderdaad. Maar zoiets. Ja. Dan wel heel erg abrupt afgezet zo. Ja, daar moeten we nog even een ideetje voor. Nog even wat voor verzinnen. Kom al goed in orde. Je zou sowieso die vensters zou je er helemaal omheen kunnen zetten als bescherming. Even dat kan ook, ja. En dan zou je bij die... Nou ja, je zou het inderdaad zo kunnen doen, ja. Dat je het alleen bijvoorbeeld daar open zou laten. Ja. Hier zo, ja. BV. Dan kan je gewoon rondlopen. En hier is de uitgang dan. Ja, klopt. En daar heb je toch niet zoveel aan als er een karretje aankomt en je gaat erin springen. Dan heeft het toch niet zoveel nut. Want dan ga je toch weer helemaal rond. Maar je bent als eerste eigenlijk. Nou ja, we gaan wel even een systeem. Nou, je komt binnen. Nou, zo'n jungle gevoel. Dan kom je inderdaad bij Jafar. Hallo Jafar. Hallo Jafar! Goedendag. Hallo, hoe is het? Halalala! 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 Oh, ik dacht dat jij die stem ging doen, Gio. Oh. Dat maakt niet uit. Hij staat hier zo leuk bij. Zellig. Nee, ik kan nog niet echt een hele baan gaan maken. Want het is lastig als je natuurlijk nog geen thema setting hebt. Maar we gaan er met z'n allen volop aan bouwen hier. Hallo Rickert. Wat kom jij hier doen? Ben jij van de Efteling-inspectie? Mogen wij dit bouwen? Ja, mogen wij dit bouwen, ja? Oh, super. Dat is wel tof. Kijk. We mogen doorgaan. En dit is juist gaaf, deze scène. Het laatste. Dan krijg je een hele soort van... Ja, een hele grote scène. Die loopt helemaal door naar achter. En dan krijg je dus een thematisatie hier. Dus dat is wel vet dat je helemaal naar achter kijkt, joh. Grote attractie wordt dit. En ik zie ook een nooduitgang. Hele toffe attractie. We hebben ook een aantal nooduitgangetjes gemaakt. En waarschijnlijk wordt dit ook een klein winkeltje. Waar je... Oh, wat is dit nou voor raars? Oh, oké. En hier kom je dan... Dat is ook wel gaaf, dit. Dat je helemaal rond kan lopen misschien. Door de attractie. Dat je hier ook een uitgang hebt. Dat is wel leuk, hè? Dan heb je toch een loopattractie ook. Een beetje. Oh ja. Dat kan wel, ja. Ja. Nadeel is wel, als je naar de overkant moet, moet je heel dat stuk omlopen. Dat is wel gaaf. Kan je hier staan en zeggen, hallo. Maar je kan allemaal vliegen, dat telt niet. Kasteelvuur met zijn gold armor. Oh, hier heb ik het nog. Zo, netjes. Zo. Netjes afwerken. Deurtje open laten, hoppakee. Dan is ook naar binnen lopen. Ik probeer te verstoppen, ze komen allemaal achter me aan, zie je dat? Doe ik gewoon speed 4. Daar ben ik niet meer bij. Denk we, waar gaat die Vincent nou heen? Ze zoeken. Ze kijken welke gang erop gaan, maar ik ga heel stiekem iets doen wat jullie wel zien en hun niet weten. Kst. Oh. Het is hij. Zo. En die mensen maar zoeken. Ja, echt hè? Oh, nee, iemand heeft hem al gevonden. Sst, niks zeggen, Kiki. Niks aan de hand, Kiki. Niks aan de hand, nee. Hier is niemand. Wij waren het niet. Maar je kan je wel grote settings maken. Moet je kijken hoe groot het is hier, die gebieden. Ja, een heel groot gebied. Echt gewoon niet normaal. Echt niet normaal. Je kan een heel schip kan je neerzetten hier, joh. Fantastisch. Zijn we hem alweer gevonden, hoor, die apenkoppen. Bizar, als je erboven vliegt ook, die layout, dat is super groot. Ja, is het echt groot, ja? Ja. Ja, het is echt enorm. Echt enorm, Jus. Wordt wel echt een hele toffe attractie. Een lange attractie denk ik ook nog wel best. Ik denk best nog wel van, hè? Als we dit echt mooi gaan maken, mooi gaan inrichten. Een beetje... wordt best wel een lange zit. Ja, dat wordt een lange trein, ja. En vooral als we die grote gebieden maken, dan zou je eigenlijk nog... eigenlijk 2 keer dit ritje moeten doen om alles te kunnen zien heel goed. Nou, dit is het nieuwe gebied nogmaals. Ontzettend groot. We hebben het schommelschip verwijderd. Het oude schommelschip. En dat hebben we vernieuwd met dit schip. En je zal denken, wat hebben we nou gedaan? We hebben een gedeelte van de VIP-studio even... we gaan dat openbaar maken voor iedereen. We hebben zoiets van, nou, we hebben nu zeg maar het voordeel gegeven dat VIP's attracties kunnen besturen. Dus nou is iets van, ja, we doen de VIP-studio nu toevoegen bij de normale studio. Omdat het eigenlijk ja, ontzettend gaaf stuk is. En nu sta ik ook voor een attractie. En die gaan we ook nog heel stoer inrichten. En dat is natuurlijk de Tower of Terror. Een ontzettend gave grote attractie. Maar heel lastig te maken om er een attractie te maken. Omdat we een lift moeten gaan gebruiken. En dat gaan we waarschijnlijk ook met teleportaties doen. Dat je, dat je een loopattractie, dus dat je ergens op moet lopen staan, op een pleet. En dat je dan inderdaad door het kasteel omhoog gaat, helemaal naar de bovenste verdieping. Dus dat wordt een heel mooi uitzicht. Dus we gaan deze Tower of Terror gaan we natuurlijk nog een mooie plek geven in het park, in de studio. Of die hier blijft staan, weet ik nog niet. Dus dat is eventjes kijken hoe en wat. Hoe en wat. Hoe en wat. Ja, het is een beetje rustig. Gio en ik doen de aflevering bijna alleen. Natuurlijk met de leuke vips. Het is een rustig dagje. We hebben vanmiddag... wat hebben we vanmiddag trouwens, Gio? Dat is natuurlijk al geweest nu je de video hebt gezien. Maar wat gaan we doen, Gio? Er is een evenement georganiseerd voor wat YouTubers. En dan gaan we gezellig met z'n allen survival games doen. Ja, er is een evenement voor YouTube georganiseerd en dan gaan we survival games doen. Ja, maar weet je, misschien dat we even vanmiddag een evenement gaan doen. Ja. Dat is georganiseerd voor YouTubers, weet je wel. Okay. Dan gaan ze met z'n allen survival games doen. Dus misschien dat we dat vanmiddag even gaan doen. Dus als we gewoon die survival games doen met al die YouTubers, dan kunnen we dat gewoon vanmiddag doen? Ja, dat kan gewoon vanmiddag, joh. Oh, super. Nou, ik ben blij om dat te horen. Dus we gaan ons een beetje voorbereiden. Vandaar dat we de aflevering nu gaan afsluiten. En ik laat even een heel mooi gebied zien met een kuiken in beeld. Ga nou eens even weg, Stef mij. Ja, weg. Weg. Zie je weer lastig aan het vallen? Ja, zie je? Ja. Ja, dan gaat hij weg. Gaat hij weg, hoor. Kijk, met de Kickstar. Hup. Oké, nee mensen. Bedankt voor het kijken nogmaals. En in de volgende Discord video... ik ga even met examen... ik ga met de examens een beetje druk zijn van de week. Dus als er een aflevering niet komt of er is geen video online... Excuus voor. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video op Disneycraft. Doei, bedankt voor video. Doei. Doei, doei. Doei. Alan Wake. Volg nu de spannende serie op mijn kanaal Da Vinsto Games. Dat ziet er niet goed uit, jongens. Alan Wake is een personage en hij schrijft boeken. Zijn probleem is dat hij meer dan 2 jaar geen letter meer op papier kan zetten. Hij gaat met zijn vrouw en Alice naar Bright Falls voor een korte vakantie. In de hoop dat hij inspiratie zal krijgen voor zijn nieuwe boek. Maar dan gaat het mis. En komen er allerlei gedaantes en geestverschijningen die hij moet bestrijden. Volg nu deze spannende serie op mijn kanaal. Oh shit. En ontdek wat er mis is gegaan in Bright Falls. Durf jij deze serie te kijken? Kom rennen, Ellen, kom op! Op mijn kanaal, Alan Wake.